Een goed gazon blijkt voor velen nog een lastig karwei. Onderhoud kost veel tijd en het weer werkt ook niet altijd mee om het hele jaar door een groene uitstraling te houden. Kunstgras is de perfecte oplossing voor dit probleem. Het is onderhoudsarm en behoudt onder alle weersomstandigheden een schitterende groene uitstraling. Ook het leggen van kunstgras is een klus die snel is geklaard. Een gemiddeld gazon kan in één dag worden aangelegd. Deze korte instructievideo geeft u tips en adviezen voor een perfect kunstgrasgazon. Hoe wordt kunstgras aangelegd? Verwijder eerst het natuurgras. Hiervoor is een speciale machine te huur. Deze verwijdert de natuurgrasmat horizontaal en houdt de bestaande ondergrond vlak en gelijkmatig. Uiteraard kunnen ook andere hulpmiddelen gebruikt worden, zolang de ondergrond maar niet beschadigd wordt. Na het verwijderen van het natuurgras wordt er ongeveer 1 cm ophoogzand aangebracht. Dit vult de kleine oneffenheden op, zodat er een vlakke, stabiele ondergrond overblijft. Op het ophoogzand wordt een drukverdelend en onkruidwerend geotextieldoek aangebracht. Het doek zorgt voor de stabiele werkvloer die nodig is voor het leggen van het kunstgras. Vervolgens wordt het kunstgras ingemeten. Het is verstandig om iets ruimer in te meten. Een marge van zo'n 10 cm in de omtrek is voldoende. De rollen kunstgras zijn in 2 breedtes leverbaar, 2 meter en 4 meter. Leg de kunstgrasmat in de poolrichting. Het mooiste resultaat krijg je als je bij het uitrollen van het kunstgras in de rol kijkt. Kunstgras kan naadloos gelegd worden, maar dat vereist wel het nodige vakmanschap. Belangrijk is dat de randen van de kunstgrasmat worden schoongesneden. Hierdoor sluit het gras beter op elkaar aan, met een naadloos gazon als eindresultaat. Na het op maat snijden van de grasmat is het verstandig deze te fixeren met een aantal zandzakken, om verschuiven tijdens het verlijmen te voorkomen. Lijmen kan met een plakband of 2-componentenlijm. Het is verstandig om de plaats waar de plakband moet komen te liggen even af te tekenen op het geotextieldoek. De plakband moet wel in het midden van de te verlijmen naad worden geplaatst. Nu kunnen de rollen met elkaar worden verlijmd. Het is belangrijk de naden ritsend te sluiten. Zorg dat er geen grassprieten onder de naad komen. Druk vervolgens de naad stevig aan. Na het plaatsen van het kunstgras kunnen de vormen van het gazon, maar ook perkjes en borders, eenvoudig worden uitgesneden. Als de grasmat op maat is gesneden, moet het speciale instrooizand worden aangebracht. Het instrooizand heeft een aantal functies. Het zorgt voor een stabiele ondergrond, biedt bescherming aan de ondergrond en zorgt ervoor dat het kunstgras mooi rechtop staat. Het is van groot belang dat het instrooizand gelijkmatig en met de poolrichting mee wordt aangebracht. Het gehele gazon moet van een laag strooizand worden voorzien. Bij een tuin als deze is ongeveer 10 kilo per vierkante meter noodzakelijk. Als de laag instrooizand is aangebracht, dient deze te worden ingeveegd of geborsteld. Voor een perfect eindresultaat is het belangrijk dat het zand onderin het kunstgras komt te zitten. Als de juiste hoeveelheid zand is gebruikt en er uitgebreid is geborsteld, zal er geen zand aan het oppervlak zichtbaar zijn en er ook geen zand meer omhoog komen. Dit maakt het lopen over het gazon aangenaam en zand aan blote voeten zal dus niet voorkomen. Het eindresultaat is een schitterend groen gazon. Het is een perfect alternatief natuurgras, met daarbij de voordelen dat uw gazon duurzaam, onderhoudsarm en het hele jaar door een groene uitstraling heeft. Wie wil er nou niet zo'n fris en verzorgd gazon?